twee kinderen kwijt. Wat wil een moeder nog meer? En dat heeft ze overigens niet van mij. Geen dag gaat voorbij zonder ijsje. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wij zijn vandaag in het Noordzee Aquarium in Hirthals. Eigenlijk wilden we naar Forum Sommerland, maar het regent. Dus zul je altijd zien, wij gaan naar het Noordzee Aquarium vandaag. En dit is het grootste zeeaquarium van Noord-Europa. Dat zijn wel hele grote kappers. Ja. Bij binnenkomst kregen de kinderen een paspoort en die zijn ze nu aan het stempelen. Verderop. Lukt nog niet zo? Het aquarium is wel grappig. Er zijn overal vissen en sluipdoorroutetjes. Is het je gelukt? Waar? Hier. Het is niet echt een inktstempel, het is een soort... Ja, met een drukpers. Er zit nou een stempel in papiertje, net zoals een soort watermerk is. We hebben een stempel. We kunnen nou verder naar de volgende. Daar heb ik een stempel en daar. We hebben twee stempels, nog vele stempels te gaan. Daar achter mij kun je leren knopen. Miss B die leert een aantal knopen. En verderop kun je aan een hendeltje draaien, daar kun je zo'n muntje in gooien en dan krijgt het zo'n mooi opdrukje. Hier achter mij, daarin, hebben ze een blauwe kreeft. Ja, hij is gewoon echt blauw. Ik heb eigenlijk nog nooit een blauwe kreeft gezien. Ik dacht altijd dat ze rood waren of zo. Of roze of zo. Maar blauw had ik nog nooit eerder gezien. Dus hij is echt geweldig. In deze ruimte heb je het grootste digitale scherm van Noord-Europa, waarop de kinderen allerlei visjes kunnen besturen. Miss B en Miss G zijn bezig om hun, ik weet niet wat voor vissen zijn, om hun vis te laten overleven. Ze moeten haringen eten en zorgen dat ze niet door de roofvissen opgegeten worden. Indrukwekkend en je ziet allerlei beesten voorbij komen, zoals een orka, haaien, dolfijnen, een blauwe vinvis, echt allerlei soorten vissen die je dus in de Noordzee aantreft. Wat heb jij daar vast? Zeester. Hoe voelt dat? Heel grappig. Zijn heel moedig geweest. Ze hebben zeesterren aangeraakt, krabben in hun handen vastgehouden, bladvissen geaaid. En ik vind het echt heel moedig van ze, want zelf heb ik daar dus helemaal niks mee. Ik vind alle vissen ongeveer glibberig en vies en slijmerig. Dus ik heb echt zoiets, oh my goodness, nee, nee, nee. Maar goed, de meiden, vooral Miss B, is helemaal weg van beesten. Maakt haar niet uit wat het is, ze raakt het aan. En dat heeft ze overigens niet van mij. We zijn heel wat roggen geaaid, zeesterren opgepakt, krabben geaaid en nu gaan we weer verder de rest ontdekken. Hier gaat het over plankton en hoe de aardlagen in Denemarken gevormd zijn worden. En je leert ook meteen van alles en nog wat over het zeeleven, over plankton wat op de bodem ligt en andere organismen. We staan nu bij een vitrine van een enorme kwal. We hebben hier op het strand al echt een heleboel kwallen gezien. En ja, Miss C is er zelfs al op één gestapt, maar op de een of andere manier was het denk ik niet echt een gevaarlijke. Want ze heeft er geen last van ofzo. En ze spoelen hier gewoon aan bij
beekjes, fjorden, je ziet overal eigenlijk kwallen. We zijn nu in het Ocean Café en hier kan je maaltijd eten. De kinderen zijn even bezig om een visschotel in elkaar te flansen, een digitale wel te verstaan. Geen dag gaat voorbij zonder ijsjes. In mijn geval dus een Magnum dubbel karamel. Wat heb jij? En een Jelly cookie. En jij? En jij? Een Haribo-eitje. Een Haribo-eitje heeft ze met beertjes eronder. Gaat even afrekenen bij de kassa. Bovengedeelte in het ontvangstruimte, in het hoofdgebouw. En hier waan je in de cockpit of de stuurcabine. Het is niet eens echt, maar ik ben echt zo zeeziek dat ik nu al misselijk word. Ik ga weg. We hebben zo ongeveer het hele aquarium gehad. Verschillende verdiepingen bekeken. Het is wel leuk eigenlijk. De kinderen vonden het aquarium in Plymouth wel iets groter. En dat moet ik ook wel toegeven, dat je daar wat meer variatie had, ook aan beestjes. Maar op zich is dit wel een leuk dagje uit. Zeker als het regent, is het goed te doen. Je bent toch wel een paar uur zoet hier binnen. En nu gaan we door het souvenirwinkeltje. Oeh, Nemo! Fijn in Nemo! Hij is lief. Oeh, lekker kies. Zo schattig. Spanning hebben of nooit te weinig spanning hebben. We zijn een vest kwijt. Dus we gaan maar op zoek naar een vest. Hoe ga ik beneden komen met de buggy? Wie belt en zegt hallo? Fijn je wel te zeggen, maar we zeggen toch dag dag. En laag. Dat is echt een heel irritant lintje. Nou, we zijn er bijna. Deze kant op, deze kant op, deze kant op. Eens kijken. Nou. We gaan met de buggy naar beneden, op zoek naar de vest. Ja, echt mensen, dit is wat ik wil doen hoor. Echt, ben je bijna bij de uitgang, ben je bijna klaar. Naar deze vest? Ja, en dan gaan we op zoek naar de vest van Miss B. Dat is leuk. En ik ben mijn kinderen kwijt. Vest kwijt, twee kinderen kwijt. Wat wil een moeder nog meer? Waar was hij? Bij dat je wat voelen had kan laten liggen. Oké. Weer een nieuwe ronde in. Dus we zijn nu buiten geweest. We hebben ongeveer alle attracties buiten gedaan. Moeten jullie nog even naar het toilet voordat we er zijn? Het weer wordt weer een beetje beter. We hebben een ontzettend leuke dag gehad hier. Ik denk dat dit de leukste attractie was die we momenteel in Noord-Jutland hadden kunnen doen. Nu we niet naar voren op Sommerland konden. Andere keertje misschien. Maar het Noordzee Aquarium is ook ontzettend leuk om te doen. Dan ben je toch wel de hele dag zoet. De kinderen hebben zich vermaakt. Ik vond het leuk, ik vond het indrukwekkend gewoon echt om al die vissen te zien. Ik ga deze video nu afsluiten. Als je het een leuke video vond, doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet om je te abonneren op ons YouTube kanaal. Dat doe je door op dat hoofdje te klikken daar ergens. En voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer.